Hallo, ik ben Inge Pauwels, honden- en kattengedragstherapeut. Heeft jouw hond ook de neiging om alles wat hij tegenkomt op straat op te eten? Vervelend, hè? En zelfs ook heel gevaarlijk. Want bijvoorbeeld uitwerps van paarden opeten die je op straat tegenkomt, daar kan een chemisch product, een ontwormingsproduct van paarden in zitten, waar dat honden heel slecht op reageren. Bovendien zijn er minder leuke mensen, eigenlijk slechte mensen, die gif gooien om honden die dingen opeten van straat te doden of ziek te maken. Dus ja, het is niet altijd ideaal dat honden zomaar dingen opeten die ze tegenkomen. Wat kan je daaraan doen? Eerst en vooral kan je zorgen dat je hond geen honger heeft. Dus door goede voeding te geven, goede vitamine en mineralen te geven, zal de hond geneigd zijn om minder dingen op te eten. Dat is al zeer belangrijk. Tweede is dat je een goede recall hebt. Dat wil zeggen dat je je hond altijd tot bij jou kan roepen, ondanks de omstandigheden. En als dat niet lukt, dat je de hond altijd aan een lange lijn houdt, zodat je je hond als een visje terug kan inhalen als die dingen opeet. Mocht dat niet lukken, kan je ook altijd je hond laten schrikken als die echt iets zult opeten. En dan zeg je, ja, ik werk eigenlijk liever niet met straf, dat begrijp ik. Maar op zo'n moment kan het misschien zijn dat je één keer straf gebruikt en je hond laat schrikken en dat kan zijn leven redden. Dus ja, je moet een beetje zien in welke context je wat plaatst eigenlijk. Dus maar een goede recall, een goede loslaten bijvoorbeeld, een laat aanleren dat hij het niet mag opeten, kan heel belangrijk zijn. En ook zorgen dat hij geen behoeften heeft of minder behoeften heeft om dingen op te eten. Sommige honden eten onderweg keuteltjes op van konijntjes bijvoorbeeld. Dat zijn voor hun snoepjes. Het lijkt misschien een beetje vies en ik zou zeggen daarna geen tong draaien met je hond. Maar het is een heel natuurlijk iets om uitwerpsel op te eten van prooidieren, zoals konijntjes. Sommige dingen zijn heel gevaarlijk, sommige dingen zijn heel natuurlijk, de meeste dingen zijn ongewenst. En die ongewenste dingen, die kan jij trainen om te voorkomen dat de hond uitwerpsel gaat eten onderweg. Of het kan ook zijn zakdoeken zelfs. Hè. Mensen die een zakdoek, papieren zakdoek laten slingeren, kunnen ze opeten. Ze kunnen ook chips, zakjes nog uitlekken enzovoort. Dus het hoeft niet altijd uitwerpselen te zijn. Veel succes met de training!